Gisteren was er een feestje bij Dirk Sterks, liberale sterkhouder, lang geweest in het Europese parlement. Maar hij is 65 en hij had het ook aangekondigd. Hij gaat met pensioen. Dirk Sterks, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn feestje gehad. Het was wel een emotioneel moment, ja, met collega's met wie ik jaren samengewerkt heb, met een aantal journalisten die de Europese zaak volgen, met mensen met wie ik die op mijn kantoor gewerkt hebben, medewerkers van de fractie, mensen uit verschillende... ik denk iets van 180 man of zoiets. En de man die mij in de politiek gepraat heeft, Karel de Gucht. Ah, heeft hij gespeecht? Kort, ja. Ik had hem, hij heeft kort verteld hoe dat allemaal gegaan is. En dan uw goede collega Guy Janssens heeft een bloemlezing gemaakt voor die mensen. En dat waren er nogal wat die mij nooit op het scherm hadden gezien. Een bloemlezing van dingen die ik als journalist gemaakt had. Ja, en hoe was dat? Een traan geplengd ergens? Nee, maar ik vond het wel een emotioneel moment. En vooral ook bij het afscheid van mijn medewerksters en zo. Ik vond toch... Waarom doet u het dan? Want ja, u moet helemaal niet op pensioen gaan. Nee, maar ik had vooraf gezegd dat ik dat zou doen. En nog geen spijt van? Nee, omdat ik vind dat... ik vind 65 jaar om te beginnen een mooie leeftijd. Ik vind ook niet dat je het moet blijven doen, gewoon omdat je het mag blijven doen tot je het beu bent. En ten derde, ik vind dat dit een goed moment was om een jong iemand te lanceren in de politiek. En Philippe de Bakker zal mij opvolgen en ik heb geprobeerd hem zo goed mogelijk voor te bereiden. En ik vind dat je daar af en toe ook moet aan denken. Dat je mensen niet zomaar ineens in de politiek gooit, maar dat je ze ook op deze manier kan vormen. Er is natuurlijk de laatste tijd door uw partijgenoot Sven Gats opeens veel te doen rond de uitredingsvergoeding, de opzegvergoeding die een parlement het recht op heeft als hij zijn mandaat vervroegd verlaat. Ook u hebt daar recht op. Gaat u die aanvragen? Niet alleen vervroegd verlaat. Iemand die gewoon aan het einde is van zijn mandaat, krijgt hij. En ik ben in een heel andere situatie dan Sven Gats of Inge Vervotte. Ik accumuleer die niet met een andere job of iets dergelijks. Dus meer wil ik daar niet over zeggen. Daarover moet u praten met de mensen die het reglement uit het statuut van de Belgische parlementsleden maken. En wij vallen daaronder. Ik val daaronder voor een stuk van mijn carrière, omdat ik betaald werd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers tot 2009. Hadden wij een Belgisch statuut en nu hebben wij een Europees statuut. Ja, volgens de krant Het Laatste Nieuws zou het om €190.000 gaan, klopt dat? Ik heb dat niet uitgerekend en dat zal waarschijnlijk wel een bruto bedrag zijn. Je krijgt dat trouwens ook niet zomaar ineens. Hè. Dat is een soort wedde die doorloopt, een uitredingsvergoeding en ik treed uit. Ja, maar vindt meer u dat ga ik daar echt niet over zeggen. Vindt u dat vervelend, ja, dat ik daar nu naar vraag? Ik ga daar echt niet veel meer over zeggen. Oké. Ik heb begrepen dat u dan toch een beetje vervelend vindt, maar inderdaad een ander verhaal dan Sven Gats. Dirk Sterks. Ik ga mij nu wijden aan mijn familie, muziek. Ik ben terug ingeschreven in de muziekschool, boeken. Ik ben een liefhebber van rustig fietsen. Niet in groep en snel, maar rustig op het gemak. En ik heb daar nu wat meer tijd voor. En kijk eens aan. En de zon schijnt nu nog een beetje, dus ik zou ervan profiteren, Dirk Sterks. Voilà, banden op pompen. En anders, zaterdag, dan gaat het 28 graden zijn. Dan kan u ook nog een beetje erbij zweten. Dirk Sterks, ik hoor u wel nog eens. Dank je wel.